allemaal, welkom bij weer een Yin-sessie voor Squash City. Superleuk dat jullie meedoen. Vandaag gaan we lekker voor en achterover buigen. Daarvoor is het handig om echt lekker veel zacht materiaal bij je te hebben. Dekentje, paar kussens. En je zou er ook voor kunnen zorgen, nu voordat we beginnen, dat een smalle kant van je mat tegen een muur aan ligt. Dan zou je eventueel de muur namelijk ook kunnen gebruiken om tegenaan te leunen. Zo niet, geen enkel probleem. Dan gaan we lekker met kussens werken. Is misschien nog wel net zo lekker zacht. We beginnen vandaag anders dan meestal in een pose. Dus je mag komen zitten op je billen. En je voeten voor je plaatsen, voetzolen tegen elkaar. Als je voelt dat je de neiging hebt om wat naar achter te vallen, hè, dat je onderrug zo rond wordt, dan kun je een opgerolde deken achter je leggen. En dan kom je daar bovenop zitten met je zitbordjes. En dan voel je meteen al een verschil. Je voelt dat er een curve ontstaat, meer een holling in de onderrug, waardoor je makkelijker voorover gaat kunnen buigen. Voordat we echt in de houding glijden, kom je even aan hier zo op je mat, op je zitbordjes. Voel ze beide stevig in de mat vallen. Misschien in de deken die je eronder hebt gelegd. En dan mag je je ogen sluiten. En dan kun je wervel voor wervel je nek gaan afrollen. En dat doe je door je kin eerst richting je keel te bewegen. Tot je nek niet ronder kan. En dan rol je verder af naar beneden. Bovenrug. Dan gaat je voorhoofd eigenlijk richting je navel al. Middendeel van je rug. Helemaal rond. En nu ook de onderste wervels. Je lumbale wervels. Die je net zo'n mooie curve hebt gegeven door het opgevouwen dekentje onder je te leggen. Je hele wervelkolom wordt rond. En als die niet ronder kan, dan kun je vanuit hier, vanuit je heupgebied, naar voren buigen. Dan ga je op zoek naar je maximale reikwijdte. En die respecteer je. Dus je gaat je grens opzoeken. En we blijven altijd aan deze, aan de veilige, aan de zachte, aan de mindfulle, zelfcompassiekant van je grens. En als je dan niet verder naar voren kunt vanuit het heupgebied, dan keer je nog een keer terug. Met die wervelkolom is die nog steeds helemaal rond, voorover gebogen. En als je voelt dat er veel spanning is in je bovenbenen, dan kun je hier al beginnen met wat hulp van wat kussens. Dan moet je misschien even opnieuw in de houding komen. Die kussens kun je plaatsen onder je knieën. Voel het verschil maar eens. Door je knieën te ondersteunen, worden je benen zachter. Zul je meer ontspanning ervaren en uiteindelijk dus ook meer ruimte. En dan gaan we in deze mooie vooroverbuiging, een butterfly pose, gaan we doen wat we meestal doen voordat we beginnen. En dat is contact met onszelf, met onze binnenkant vinden. Laten we dat vandaag doen door je bewust te worden van je ademhaling. Gewoon eens te observeren waar jij die ademhaling op dit moment ervaart. Daar gewoon even bij te blijven.
ook misschien te voelen wat de kwaliteit is van je adem. Is die oppervlakkig of diep? Zacht van geluid of hoor je hem nog echt aanwezig zijn? Met al die observaties zou je nu heel bewust kunnen inademen door je neus. In de richting van je navel. De uitademing vindt ook plaats door je neus. Voel hoe je op iedere inademing het lichaam, het bovenlichaam, je buik, middenrib en borst wat groter maakt. En als je uitademt, voel je diezelfde gebieden zachter worden, kleiner, platter, leger. En blijf zo rustig in- en uitademen, mooi gelijkmatig. Elke inademing is diep en elke uitademing lang. Zul je langzaamaan ook gaan opmerken dat elke uitademing ook effect heeft, een zachtmakend effect op de rest van je lichaam. Dus niet alleen het bovenlichaam, daar waar die adem echt plaatsvindt, maar ook in je benen, de buitenkant van je benen waar je best wat spanning zult ervaren, op de binnenkant van je benen, liezen, achterkant, onderrug, middenrug, bovenrug, misschien zelfs wel wat in je nek. Voel hoe elke lange uitademing door je neus zachtheid brengt. En daarmee, met behulp van die zachtheid, zal het lichaam zich in de tijd, in de stilte waar je je bevindt, langzaam aan gaan openen. Het zal je meer ruimte gaan geven. En als je dat voelt, dan kun je die ruimte innemen. Door wat dieper in de houding te zakken, wat lager in de houding te komen, je knieën nog meer te kunnen laten ontspannen richting de mat. Terwijl je rustig diep in blijft ademen en lang uit. Het is je geduld, je overgave, in combinatie met de zwaartekracht, het loslaten, het vertrouwen, maakt dat je lichaam zich opent. Hoor maar wat het zegt, kom maar. Het is oké, het is veilig. Neem de ruimte maar in. En daarmee zak je steeds dieper door, niet alleen in de houding, maar ook in het lichaam zelf, in diepere lagen. Dus van de spieren zakken we naar het bindweefsel. En ook dat wordt nu gestretched, opgerekt, aandacht gegeven. En daarmee ook alle meridianen, alle energiebanen die door ons lichaam lopen. En daarmee helpen we het lichaam blokkades op te heffen in die energiebanen. En bedenk maar eens wat er gebeurt wanneer energie vrijelijk kan en mag stromen.
Nog twee diepe in- en lange uitademingen hier. Voordat je jezelf wervel voor wervel weer omhoog rolt. En misschien wil je wel eerst wat omhoog terug bewegen vanuit de heupen. Om vervolgens wervel voor wervel omhoog te komen. En zoals ik altijd wil zeggen, en ik herhaal het gewoon nog een keer. Neem alle tijd voor het terugkomen. Je hebt ruim 5 minuten in een vooroverbuiging gezeten. En dan heeft het lichaam ook echt even tijd nodig om weer terug te kunnen bewegen. Je kunt je kussens weer even aan de kant leggen. Het tekentje onder je vandaan halen. Hou het in de buurt. En dan plaats je je linkerbeen voor je, gebogen, parallel aan de korte kant van de mat. En je rechterbeen, je rechtervoet gaat naar achter en je rechterbeen is ook gebogen. In een deer pose. En hier kun je een beetje spelen. Misschien wil je je rechtervoet wat verder naar achter bewegen, zodat je wat meer strekking gaat voelen vanuit je rechterbil, langs de zijkant van je bovenbeen, galblaas, meridiaan. En dat zal ook effect hebben aan de binnenkant van je linkerbeen. En probeer dan met je ogen gesloten en mooi opgestrekt bovenlichaam. Je rechter zitbotje steeds meer te laten zinken in de richting van de mat. En dat kun je doen door weer contact te maken met je ademhaling. En te vertrouwen dat je op elke uitademing, ruimte creëert. En dat zitbordje meer kan laten zinken. En dan plaats je je handen naast je heupen. Als je het gevoel hebt dat je zitbordje echt heel ver nog van de grond af is, dan kun je ook hieronder een stukje van de deken plaatsen, zodat je beeld toch ondersteund wordt. Dan plaats je je handen naast je heupen. En langzaam zeker loop je dan wat verder naar achter met je handen, dus achter je billen. En neem je maar ook even wat tijd om weer een paar keer diep in en lang uit te ademen. Als je veel ruimte ervaart, kun je wat sneller gaan. Als je dat weet van jezelf. Uiteindelijk probeer je op je onderarmen te komen. Ik zal me even omdraaien, zodat het duidelijker zichtbaar is. Kun je hier ook de kussens achter je plaatsen als je zou willen. Vanuit die achteroverbuiging met je onderarmen op de grond. Helemaal te laten ontspannen met je hoofd ook richting de mat of richting de kussens. En hier zou je er dus ook voor kunnen kiezen om wat dichter bij je muur te komen. Als je die ondersteuning opzoekt om dan te ontspannen tegen de muur aan. Dan kun je hier ook je ogen weer sluiten. Terugkeren naar je ademhaling. Voel het rijzen en dalen van je onderbuik. Elke inademing komt je navel wat omhoog. En op elke uitademing zakt je navel weer richting je wervelkolom.
buitenkant van je rechter bovenbeen. Maar misschien ook wel de binnenkant van je rechter bovenbeen. Binnenkant van je linker bovenbeen. En hier kun je ook met alle aandacht heen gaan. Zou zelfs je adem wat in die richting kunnen sturen. En als je helemaal naar achter bent gebogen, dus je ligt met je rug op de mat of op kussens, dan zul je misschien ook, nou niet misschien, zul je zeker ook strekking ervaren aan de bovenkant van je rechterbovenbenen, je quadriceps. In dat gebied stimuleren we de meridianen van de maag en de mild. Dus er gebeurt een heleboel in deze pose. Voel ook of dat zitpotje rechts nog steeds contact kan blijven maken met de mat. Laten we nog 3 diepe in- en lange uitademingen hier blijven. En dan kun je je handen in de mat plaatsen. Zelf langzaam omhoog helpen. Span je core aan als je dat doet. Misschien breng je eerst je kin naar de borst. En dan breng je beide benen naar voren. Kom je weer even op je onderarmen liggen. En dan beweeg je je voeten van links naar rechts. Met gestrekte benen. En dan plaats je je voeten in de mat. Kun je me nog zien? En dan kun je ook zo de windshield wipers, de ruiterwisser beweging maken. Misschien kijk je in tegengestelde richting mee over je schouder. En dan komen we weer tot zit. Nu de andere kant op. Dus je rechterbeen komt parallel aan de korte zijde van je mat. Je linkerbeen gebogen naar achter, voetzoolwijs naar achter. En dan eerst zoek je het contact weer op. Je linker, of je rechterzitbotje zit nu stevig in de mat. En hoe is het dan met je linkerzitbotje? Misschien wil je je linkerknie wat verder naar achter bewegen. Of misschien juist wat meer naar voren, om dat zitbotje steeds wat meer te kunnen laten zakken in de richting van de mat. Je kunt daarbij je ogen sluiten en een aantal ademhalingen gebruiken om de ruimte tussen de mat en je zitbotje steeds kleiner te maken. Ook hier kun je, wanneer dat niet helemaal gaat lukken, iets kleins, iets duns onder dat linker zitbotje plaatsen. Voordat je je handen naast je heupen plaatst. En langzaam jezelf meer naar achter laat bewegen. Tot op je onderarmen misschien. En als je hier blijft, is het ook prima. Het gaat erom dat jij kunt blijven in de houding. Dus je zoekt je reikwijdte op. Je grenzen en overschrijd die niet. Het voel goed wat er gebeurt in je linkerbeen, de strekking aan de zijkant, aan de voorkant, aan de binnenkant. Ook wat er gebeurt in je rechterbeen. En dit kan heel anders voelen dan zoals dat net voelde, aan de andere kant. En dan kun je hier ook weer gebruik maken van een kussen of onder je hoofd, onder je rug. Als je besluit om helemaal naar achter te komen. Ik zet even het wekkertje. Zandlopertje.
Oh, iets te weinig ruimte. Dus ik kom even wat verder naar voren. Dat kan ook zijn dat je knie, je linkerknie in dit geval, wat van de grond afkomt. Dat is niet erg. Dat is dan mooi om mee te werken. Om in de tijd waarin je besluit om stil te worden, stil te blijven, de ruimte steeds meer te geven aan, in dit geval bij mij, de spieren in mijn bovenbeen. Zodat de knie steeds wat meer mag ontspannen naar de mat, naar de aarde. Als je dan ligt, je houding hebt gevonden, keer je weer terug naar je ademhaling. Als je helemaal achterover gebogen ligt, dan kun je je rechterhand zo onder je navel plaatsen, je linkerhand op je hart. De aanraking van je hand met je bovenlichaam te voelen. En je handen te voelen meebewegen. In ieder geval je onderste hand op de beweging van je ademhaling. Misschien voel je dan onder je linkerhand wel je hart. De beweging van je hart. En elke keer wanneer je bent afgeleid door iets in het lichaam, iets buiten het lichaam, iets in de ruimte om je heen, dan keer je weer terug naar je ademhaling. En ook als die afleiding komt door het spreken van je lichaam. En in mijn geval zou ik willen zeggen dat mijn bovenbeenspieren flink van zich laten horen. Is het goed om te voelen of je misschien te ver bent gegaan en de houding wat kleiner zou willen maken? Dat mag altijd. Misschien voel je dat het een mooie uitdaging is voor vandaag, binnen je grenzen. En ook dat mag. Dan zou je ook met behulp van je ademhaling, adem in gedachten en intentie, in de richting van dat gebied te kunnen sturen. Pure aandacht en affectie naar die spier. Het lichaam laat van zich horen en wil graag gehoord worden. Aan jou om te bepalen hoe je daarmee omgaat. Maak je je houding kleiner, kom je uit de houding? Of is het precies het goede sweet spot, de sweet spot die aan je in zit, waarbij je je bovenbeenspier alle aandacht geeft die nodig heeft. Je zou zelfs even ook met je hand eroverheen kunnen gaan. Hallo, ik hoor je. Ik voel je. Even kijken. Ja, dan liggen we hier ook alweer even. Dus nu kun je op je eigen manier weer uit de pose komen. Doe dat met aandacht, mindful. Dat kun je doen door je ellebogen weer onder je te plaatsen. Maar je zou ook een beetje naar rechts kunnen rollen. En zo uit de houding kunnen komen. Dan plaats je je linkerbeen weer voor je, gestrekt. En ook je rechterbeen. Kom je weer op je onderarmen. Bewegen we de voeten even van links naar rechts. Voel maar of je dat wat sneller wilt doen of op het ritme van je ademhaling. Plaats ook de voeten nu in de mat, knieën omhoog. Dan laat je de uitademing je knieën naar één kant zakken. Inademing weer omhoog. Adem je uit naar de andere kant en dan kun je in tegengestelde richting over je schouder meekijken.
Een mooie twist in die windshield wiper. En dan mag je even de boel hier organiseren. Nou ja, zo lach je eigenlijk al. Alleen ik ben even anders om gaan liggen. Dus nog steeds op je onderarmen en met je knieën omhoog. En dan kun je langzaam je bovenlichaam bewegen in de richting van de mat. En zorg ervoor dat je nek mooi lang uitgestrekt ligt. Je kunt dan voor je kin altijd iets richting je keel bewegen. En op de inademing breng je dan je bekken omhoog. Kin gaat richting het borstgebied. Borst gaat misschien wel richting het kindgebied, richting je kin. En adem je uit. Kom je terug richting de mat, maar je komt niet helemaal terug liggen. Dus je houdt je bekken wat 3 centimeter boven de mat. En dan adem je weer in. Breng je bekken weer omhoog. Misschien rol je je schouders wat onder je. Schouderbladen naar elkaar toe. Borst naar de kin. En adem uit. Langzaam, langzaam. Misschien wil je hier even wachten. Korte pauze tussen de uit- en de inademing. Misschien wel een lange pauze. Dat je wacht net zo lang tot je inademing vanzelf weer komt. Als je dan inademt, kom je weer omhoog. En weer omlaag op de uitademing. En je inademt weer in omhoog. En dan zorg je dat je een fijn kussen hebt. Dat je onder je heilig been kunt leggen. Misschien zelfs 2 kussens. Want dat we iets zachts gebruiken, kan er wel wat hogers onder komen. En dan plaats je je heilig been, je bekken weer terug. En dan kun je je voetzolen weer tegen elkaar aanplaatsen. Even het kussen aan de kant. En je knieën. Naar weerszijde richting de mat bewegen. Hier ook je armen uitspreiden. Spreiden. Of boven je hoofd. Zorg ervoor dat ze mooi ondersteund worden door de mat, door de grond, door de vloer. Je ogen weer sluiten. Terugkeren naar je ademhaling. En dan met aandacht alle plekjes in je lichaam af te gaan. Misschien wil je beginnen bij je grote tenen die elkaar raken. Je voeten met je voetzolen. Je onderbenen richting je knieën. Je bovenbenen. Waar voel je spanning? Waar voel je ruimte? Waar heb je ondersteuning nodig? Misschien wil je hier ook je knieën wel wat ondersteunen met een zacht kussen of een deken. Het gebied van het bekken aan de voorkant. Heupen aan de achterkant en ook je heilig been. Ondersteund door zachtheid, maar wel wat van de grond af. Hele wervelkolom van je staartbeentje. Lumbale wervels, wervels van de middenrug. Hoge rug, nekwervels, je schouders stevig geankerd in de grond, je armen van schouders naar ellebogen, van ellebogen naar polsen, helemaal ondersteund.
En ook je hoofd stevig in de mat. En voel hoe je op elke uitademing zachter wordt. Je meer kunt overgeven in de houding. Je knieën ruimte innemen. Steeds dieper zakken richting de mat. Misschien gebeurt er ook wel wat anders in je benen. Mijn rechterbeen begint een beetje te trillen. Ik voel dat daar even iets onder mag komen. Dus ik pak even een kussen erbij. En dan voel ik nog steeds die opening aan de binnenkant van mijn benen. Door dat kussen heeft mijn been rust gevonden. Kan het nog meer ontspannen. En nog meer ruimte in gaan nemen. Een houding als deze is het heerlijk om af en toe even uit te ademen door je mond. Dus adem een keer diep in door je neus. Buik wordt bol en adem je uit door je mond. Laten we dat 3 keer doen. Voel dan na wat het effect is van zo'n lange uitademing door je mond. Nog meer overgave, nog meer loslaten. En ik moet er echt om lachen. Ja, ik krijg een glimlach op mijn gezicht. En dat ik voel dat het nog weer zoveel extra's toevoegt aan zo'n houding. In de ontspanning, in het loslaten, in het vertrouwen. Ik hoop echt dat je dat ook kunt ervaren. En als dat misschien nog net niet helemaal was wat je voelde, doe het dan gewoon nog een paar keer. Je bent vrij om er invulling aan te geven hoe voor jou het beste voelt. En dan liggen we ook alweer een minuut of 5 in deze houding. Dus heel langzaam kun je je armen weer terugbrengen richting je knieën. En met behulp van je handen breng je knieën wat naar elkaar toe. Kussen onder je vandaan, kussens. Dan hou je heupen dan nog even omhoog, lekker. Voordat je heel langzaam terugzakt naar de grond. En nu kun je het wel helemaal terugleggen. Maar voel echt elk klein plekje in dat hele gebied. Als je het teruglegt en wat het voor je doet. Wanneer je 1 voor 1... je benen strekt. En ook daar de tijd voor. En als je je dekentje bij de hand hebt, dan kun je dat lekker over jezelf heen leggen. Eronder kruipen. Voor onze laatste houding, Shavasana. De eindontspanning. Mag je je handen met de handpalmen naar boven neerleggen, langs het lichaam. Ook hier geldt weer, voel maar hoeveel ruimte je wilt innemen. Misschien breng je handen wat verder van je vandaan. Of leg je weer 1 hand op je onderbuik en 1 op je hart. En voordat we dan helemaal zakken in de totale ontspanning, wil ik nog 1 kleine ademhalingsoefening met jullie doen. Adem lang uit. En dan adem je in de richting van je onderbuik. De buik komt omhoog. Leg inderdaad je handen maar even op buik en hart. Adem je in, dan voel je je rechterhand omhoog gaan. En dan breid je die adem helemaal uit via je middenrif, de top van je longen. En adem je eigenlijk helemaal naar je derde oog. Dat plekje tussen je wenkbrauwen. Adem nog maar een keer uit en adem je in. Naar je derde oog. Hele kleine pauze hier. En wanneer je dan
uitademt, ook door je neus, adem je eerst een derde deel van je uitademing ongeveer in de richting van je keel. En dan de rest snel naar je hart, alsof je je adem naar je hart laat vallen. En adem je weer in. Door je neus, in je onderbuik, in de richting van je derde oog. Adem uit naar je keel, je hart. Adem in de richting van je derde oog. Een derde uit naar je keel. En dan twee derde, snel, laat maar vallen naar je hart. Als je inademt, kun je in gedachten het geluid om maken. En op de omkeer van je ademhaling het geluid a, a. En het laatste deel, wanneer je de adem helemaal laat vallen in de richting van je hart, kun je het geluid hum maken. Dus dan wordt het om, a, hum. Om, a, hum. En dan kun je ook langzaam deze manier van ademhalen loslaten. Terugkeren naar je natuurlijke manier van ademhalen, zonder daarbij na te hoeven denken. Vertrouw er maar op dat het vanzelf goed komt. En dan plaats je je handen weer naast het lichaam, handpalm omhoog. Dan mag je je hele lichaam van de puntjes van je tenen tot aan je kruintje zacht laten worden. Ontspannen. Voel ook of je gezicht helemaal zacht is. Kaken wat los van elkaar. Op je lippen. Tussen je lippen zit wat ruimte. Je tong ligt zachtjes in je mondholte. Tussen je oogbollen. Die liggen ook helemaal zacht in hun kassen. Je wangen zijn zacht en ontspannen. Ook het puntje van je neus. Net als je voorhoofd en dat puntje tussen je wenkbrauwen. Naar jou, hoe lang je hier wilt blijven. Misschien neem je het er even van. Dan blijf je een kwartiertje liggen voor een middagdutje. Of kom je zo dadelijk weer omhoog via een zijligging naar je rechterkant. Waar je dan ook nog een paar ademhalingen blijft zitten. Liggen, sorry. Voordat je weer terugkomt naar een zittende houding. En als je dan weer terug bent in een zittende houding, of dat nou nu is of zo dadelijk, dan is het altijd fijn om weer even een moment te kiezen. Zo met je benen misschien gekruist voor je, een zwaar onderlichaam, zitbordjes stevig in de mat, je wervelkolom mooi opgestrekt. Kruintje in de richting van het plafond, schouders ontspannen. Je ogen nog even gesloten om na te voelen. Het verschil tussen nu, of zo dadelijk, en hoe je begon aan deze practice. Ruim een half uur geleden alweer. Je hoeft het alleen maar te voelen. Met een glimlach op je gezicht. Te realiseren. Het prachtige is dat je deze tijd voor jezelf genomen hebt, zo op dit moment op de dag, of dat nou in de ochtend is, halverwege je werkdag thuis of voor het slapen gaan.
Daar kun je jezelf voor bedanken. En ik bedank jullie ook voor het meedoen. Binnenkort komt er weer een nieuw filmpje. Hou Facebook van Squash City in de gaten. Ik zorg dat ik er weer ben. En voor nu nog een hele fijne dag. Namaste.